De officiële opening van de vierde Suriname Energie, Olie en Gasbijeenkomst werd gisteren verricht door president Chandrika Prasad Santokhi samen met Anand Jagisser, directeur van de Staatsoliemaatschappij Suriname NV. Met het doorknippen van een lint begonnen 4 dagen van uitwisselen van kennis en het netwerken door enkele tientallen bedrijven. Voorafgaand aan de opening waren er officiële speeches. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken gaf aan dat elke bezoeker uit binnen- en buitenland gezien wordt als een waardevolle partner die ook een investeerder is of kan worden. De bewindsman gaf verder aan dat er gestreefd wordt naar het creëren van duurzame groei en betekenisvolle ontwikkeling voor al onze mensen. We strongly believe that the wealth of Suriname must also benefit the larger Caribbean space. You as business owner, as investor, or as service providers can be local content. When you register as a company here and find a suitable business partner in Suriname. This is the vision which President Santokhi has been repeating every single year to investors at every single event. Ladies and gentlemen, taking into consideration the political and economic challenges in our own region and beyond, we must agree that both nationally and internationally, we have no choice but then to work together. We have shared goals. We must jointly strengthen our resolve to the betterment of living conditions and sustained progress. We must look beyond the short-term forecast and be guided by the bright horizon that awaits all of us. President Santokhi meent dat als investeerders in binnen- en buitenland mee willen doen bij de vondsten van olie en gas in Suriname en deze investering wordt gecapitaliseerd, we de lokale contentontwikkeling in de gaten moeten houden. Dit is namelijk een van de belangrijkste onderwerpen tijdens deze vierde bijeenkomst. And building new hotels, but also rebuilding local hotels into international branches. We see strengthening and expansion of the privately owned heliport into a mid-size airport. Shore bases, but also apartments for expats, private airports, international malls, businesses with international franchise are more and more visible in our country, and also expansion of the utilized port, just to name a few. But there are many, maybe less noticeable, but just as valuable, smaller spin-offs, for example, in the hospitality, food and beverages supply sectors. Na de toespraken werden bedrijvententoonstelling geopend en konden de bezoekers een kijkje nemen in de verschillende stands uit zowel binnen als buitenland.